Hello B-Rudders, ik ben op vakantie in Gran Canaria. Vandaag gaan we jullie meenemen op reis. We gaan even het eiland verkennen. Daarvoor hebben we natuurlijk ook een super dikke auto gehuurd. Maar man, ik ben van de Kia gegaan naar een dikke Clio. Maar god, oef. En niet alleen een dikke Clio, ik heb ook een dikke... Hey! Joost! Roadtrip, buddy! Roadtrip! Roadtrip! Yeah! Hallo, staat die aan? Hallo? Hey Joost, wie gaat rijden? Jij of ik? Jij. Oké, dank u wel. Hello B-Rudders, nee, ik rij op een levensgevaarlijke weg. Alleen Nicky die dag laat ik van achteren filmen, zodat ik nee, elke keer vanaf... Oh nee, ik verlies controle. Spiegel, daar moet je in ik kijken. Ik verlies controle over het stuur. Kerel, je moet in de achteruitkijkspiegel kijken, want daar... Hallo B-Rudders, we hebben een auto met heel weinig vermogen gehuurd. We komen nauwelijks een heuvel op in z'n twee. En we zitten op een geweldig natuurheuvellandschapgebied. Ik hoop dat ik geen wiel... Kijk, daar gaan we alweer. Dan kom je niet omhoog. Ik ga hem nu in z'n twee zetten. Yes. Oké. In de twee lukt het net. Geweldig dit. Ik heb spijt van onze autokeuze. Maar check wat voor Bassie en Adriaan wegen dit zijn trouwens. Het is best wel intens, man. Hallo B-Rudders. Ik heb net flinke hartkloppingen gehad in een auto die letterlijk dus geen berg op kwam. Eerste versnelling en tweede versnelling waren mijn beste vriend, maar die auto totaal niet. Geen vermogen. Maar we zijn nu op een uitzichtpuntje. Stond niet zozeer op onze route, maar... Hij was op de route, zeg maar. Niet gepland, maar wel op de route. Dus we gaan hier nu even kijken. Het ziet er echt insane uit. Ik laat het zo wel even zien. Look at this. Dit is echt heel vet. Dat is ook ergens een auto. Kan ik niet zien. Daar. Dat is een auto. Dat. Very nice. Wat vind jij van auto's? Tof. Oké. Wat vind jij van auto's? Broem, broem. Inderdaad. Leuk als ze genoeg vermogen hebben. Ja, echt hè. Is er gewoon een auto die even zo vroom 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 wel een berg op komt. Maar ja, het is hier ook niet heel laag, weet je. Dus ik snap het ook wel dat die arme Clio er moeite mee heeft. Had ik maar een Kia. Of een Toyota. Had ik maar een Kia. Wat? Een Kia. Au. Oké, we zijn weer verder. Op naar Nublo. Dat is een gekke rot. We staan stil trouwens, want daar wordt het heel erg smal. Wat vervelend is, maar ook extra spannend. Yeah! Joost! Bel bang! Yeah. Nee, echt niet, ik schouw je wel. Dat is dom. Kijk eens wat een uitzicht. Wauw, lekker boeiend. Nou snap ik waarom ze hier geen vermogen hebben. Je hebt het alleen maar nodig voor de weg omhoog. Oh shit, ik ga gewoon 40 km per uur zonder gas te geven. Zo, wat een bochtje! Wat de hel? Oeh. Oh, het ging echt maar net goed. Zag je dat? Nee. Het scheelde helemaal niks qua breedte. Racebaan, kijk dan. Karten toch? Oh nee, de remmen zijn doorgeknipt. Kijk. Strak langs het vangrailtje. Die opa die kerde gewoon in. Nee. Hij knipperde niet eens. Weet je nog vanochtend toen ik zei? Hey, ik rij wel jongens. Ik kan helemaal goed. Kijk, dit is een bocht joh. Lekker krap. Wat is dit? Huts. Oh, je moet niet naar beneden kijken. Niet naar beneden. Ah. Ja, goed dat je het zegt, Nick. Je nou kijk extra naar beneden. Okay, ja. Ik ben misselijk. Ja, ik ook. Bleh. Dit is leuk. Nee. Ik vermaak mezelf. Oké, tweede pitstop. We gaan even lekker pissen van angst. Dit was echt één gekke route en we zijn nog lang niet klaar. Maar het is wel leuk. En spannend. Nee, niet? Oh. Slap. Oh, wil jij rijden dadelijk? Ja hoor. Oké. We have a new driver. Ik hoef niet meer te rijden. Waar ben je de Joost, man? Joost, maak ons niet dood. Ik wil nog leven. Ik moet filmpjes maken. Oh nee. Oh, doe nog maar. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Oké, we zijn gearriveerd. We moeten nu alleen nog de hele wandelroute vinden. Waar we dus zijn heet Rock Nublo volgens mij. Het is echt heel ziek. Het is koud. Het lijkt echt heet. Daar is water, maar dat boeit niet, het is water. Lekker interessant voor jullie. We zitten letterlijk tussen de wolken. Dus ik ben totaal niet warm gekleed voor dit. En mijn vriendin al helemaal niet. Zo sad. Maar we gaan even verder kijken of we wat mooie interessante plekjes kunnen vinden. We zijn nu boven. Holy shit, dit uitzicht is echt belachelijk. Echt niet normaal. Nee, het is even zelf te kijken in mijn camera, maar... Insane, daar kun je dus allemaal wolken zien. Heel dichtbij, alsof je erin staat. Heel vet dit. En ik ben buiten adem van een koekje eten. Wat is Joost eigenlijk? I'm looking for my queen. Is that the queen? Nick is gevallen. Do you know that way? Echt. Ja, ik heb de knie. Oh, dat meen je niet. Cheetahs. Hey Joost. Hey Rudy. How you doing? Ja, lekker staan op een rots, man. Doe even dabben. Oh, lekker man. Rudy.
Oh! Nou, mijn territorium is afgebakend hier, jongens. In Gran Canaria, als jullie in de buurt komen van waar wij nu zijn, dan mag je niet mijn territorium binnenkomen lopen. Ik heb er net even heerlijk lekker wild zitten plassen. Ik bedoel... Joost die is nog achter ons bovenwegs, die komt zo meteen aan, want Nicky die is op de knie gevallen en dat ja, is niet zo goed. Maar wij zijn nu bij een dam waar je overheen kan lopen. Eigenlijk kwamen we dus voor, wat zei ik in het begin, een rook nublo. Excusez-moi, mijn parlez-vous Spaans is niet zo prima. Maar we dachten, laten we hier even kijken, misschien wat fotootjes maken. En dan, ik zit echt trouwens even goed te kijken, jongen. Kijk, hier moet ik de hele tijd al overheen lopen. We moesten... Origineel maar volgens mij 20, 30 kilometer rijden, maar het duurde echt een uur en een kwartier. Gewoon puur omdat we alleen maar die bergpaadjes hadden. Maar dat maakt op zich niet heel veel uit. Alleen, de wandelpaden zijn dus ook helemaal krom. Het is wel leuk zeg, heel avontuurlijk. En we zijn gearriveerd. Kijk eens hoe mooi, echt die natuur hier. Ik had niet verwacht dat die zo mooi zou zijn hier. Het is echt insane. Wat probeer je? Oké. Het staat helemaal droog ook gewoon aan de andere kant. Op het eerste uitkijkpunt zaten we naar beneden te kijken. En toen zagen we ook echt dat er een hele strook was, wat gewoon heel groen was, zeg maar. Maar dat was dus origineel een plek waar water doorheen liep. Hey, natuurvlogs met Rudy. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Jullie koning is nu gewoon in zijn natuurlijke habitat, oké? The King Bee Radda is finding the way. En de Joost. Waar is Joost nou weer? Do you know the way? Oké, thank you. I have big pippy. Oeh, Nanny, Joost is er nog steeds niet. We zijn al gewoon doorlopen. Die Joostman die komt niet. Ik ga even zo... Horen jullie mij? Hallo? Ik heb een microfoon erop door de wind. Oh, is dat een doodsteen? Rebecca, laten we naar de graf toe gaan. Yo, schiet hem op. We willen naar het graf toe. Het is een... Of is het een paaltje? Oh ja, by the way, dit water is ook wel heel mooi. Het is water, jongen. Het is vloeibaar. Ah, mooi, man. Natuur is echt geweldig. Laten wij nog meer natuur zoeken. Adventure mode. Adventure time. Come on, grab your friends. We go to very distant lands. Met Rudy de hond en Rebecca de mens. We zijn bijna bij het graf. Het is volgens mij alleen maar een paaltje. Het is... Je moeder, pada! Dit is vet, man. Disappointed. We hebben ook gewoon een gekke flamingo hoed bij, dus we kunnen een Logan Paultje poelen eigenlijk. Oh. I'm still looking for that Joost, man. Oh, wait. Is that my man? Hij is wel langzaam. My man. We zijn nu aan het wachten op Joost, die bij een ambulance even wat desinfectie shit aan het fixen is voor Nicky, want ze is gevallen. En het is ook weer bijzonder koud, want het waait hier rete hard. Ik weet niet of jullie het horen, maar het waait echt rete hard. Maar we komen dus ook continu in wolken terecht. Dus dan heb je die hele nevel shit, weet je. Ik weet niet wat ik zeg. Het is dan nat. Het is heel erg koud. De wind is insane. We zitten ook echt mega hoog. Ja, je kan het nauwelijks zien waarschijnlijk op de camera, maar... Look at that. That's a lot of hoog. En we willen dus daar naartoe. Dat is het. Kun je het überhaupt zien? Want soms zien we het zelf niet eens. Ik heb geen idee. Kun je het zien? Het is een gekke rots. Ik laat het wel even zien op het beeld. We willen dus daar naartoe. Daar naartoe. Dit is de Rook Nublo. En dat ding is dus daar. Je kan hem letterlijk niet zien door de wolken. Dit is verschrikkelijk daar. Oké, let's go. This view is insane. Het is toch best wel mooi hier. Ja, het is echt geweldig, man. Het is toch best wel mooi hier, Rudy. Stop it, man. Stop it. Ik ruik ze wel. Hoe kun je nu al de natuur vervuilen? Stink, joh. Dit is echt het meest insane avontuur van mijn leven. Je ziet hier letterlijk gewoon wolken langs waaien. Oké, jullie zien het waarschijnlijk niet, maar we worden nat. We zitten midden in een wolk. Ja, die mensen hebben een regenvest staan. Ik kan ze niet... Kijk uit, dus die bomen. Jones, dit is niet oké. Okay. Die bomen, alles. What the fuck? Alles is nat. Fuck it up, Rudy. Hier, ga ik dat het bos niet fixen. Kijk, dat is allemaal wolk. Dat is allemaal damp. Het is niet normaal, maar wel vet. En het is best wel zwaar ademen hier. Fun fact. De microfoon gaat even overuren. Het is heel erg koud. Goed dat ik een goede microfoon mee heb. Jullie horen me toch? Ja man. Kijk, niemand hoort Joost praten, zuivelor. Het is nog best wel ver lopen, maar we hebben Nicky en Rebecca dus achtergelaten. Omdat Nicky iets aan dat been heeft, dus she fell down. Maar Rebecca wil ook graag naar boven, dus dan zitten we aan het twijfelen wat we gaan doen. Het is even de vraag of we de dames op kunnen halen, want Nicky heeft issues. Nicky heeft een beetje last van de knie. En Rebecca die heeft het alleen koud, net als ik.
Lekker waaien! Oh nee, we zien nu pas dat de echte rots is. Dat ding. Je ziet het niet in zijn volle glorie, maar dat is een fake. Het is een pony. Het is een big fat pony. Joost. Dat is de real rock. Ik zie hem. Het ziet er zo niet interessant uit op camera. Allright, voordat we teruggaan, wilden we nog even een paar foto's schieten. We zitten echt in een heel show. We zijn een klein beetje op road gegaan, maar moet je eens even kijken. Het is toch, dat is toch wel genieten, hè? Hier. Moet je eens even kijken, wat mooi. En die rots is dan nog daar, die zien jullie nog geen een. Maar dit is zo mooi. We gaan nu denk ik even de dames ophalen, want dit... Het is een beetje jammer, maar het is niet anders natuurlijk. Dus we gaan ze even ophalen. Ik denk niet dat we de hike gaan voortzetten. We willen het wel graag, maar... Someone bit the dust, man. Nothing we can do about it. We moeten fungeren als team, snap je? En ik denk dat we daarna weer even lekker de auto in gaan en voer gaan zoeken. Ik hou wel van voer. Be ready, let's go to the hamburger. Ladies. Hey. Wabam, Clio. Wabam. We zijn even hier gepitstopt. We gaan nu weer weg. Daar heb je een wolk. Wabam. Hut, we zijn wel thuis. Dat was een hele goede reis. We doen wel 100 keer zo lang als wat we dachten. Maar we gaan even lekker chillen op de vakantie manier. En daar zijn we weer. Lekker man. Zo, dat is een flinke dag uit. Zoals ik zei, wij gaan wel lekker chillen. Hey, B-Rudders. Hey. Yetzi! Was oh! Oh! Compleet legit. Oh hey, kijk je nog steeds. Goedemorgen, dit is een volgende dag. Jullie kijken naar dus de anime versie van mij nu. Net uit de douche komt. Yes. Vandaag gaan we weer uitchecken. Maar wat we ook gaan doen is misschien nog naar duinen. Er zit hier een gek klein mini woestijntje. Daar willen we even naartoe gaan om te kijken misschien. Ik vind het heel fijn dat jullie het ook nog kijken. En dat super graag mee willen maken natuurlijk. Dus laten we daar naartoe gaan. En dan weer op Sodomieteren naar Nederland. Om daar weer Fortnite te spelen. We zijn onderweg nu naar de Dunos de Maspalomos. Ik heb geen idee hoe het echt heet. Maar ja, het is best wel warm hier. Dus we nemen even een pitstoppie. In de zon. Logisch. Hey B-Rudders, dit is onze laatste toeristische pitstop. Dus we gaan er even alles van maken wat we kunnen. Dus vrijwel niets. Dan gaan we chillen. Want het is een vakantie. Ik heb dit nodig, oké? Okay? Gisteren liet ik jullie natuur zien. Vandaag laat ik jullie ook weer natuur zien. Very cool. Oké, het ding met natuur is, het is natuur. Eigenlijk geeft niemand om de natuur, maar ook er wel, want het heeft toch wel wat. Dus als je op vakantie bent, gewoon even lekker natuur, jongens. Moet je eens kijken. Hé, zijn dat golvende mannen? Laat ik doen alsof ze Gerard zijn. Grapje, Joost. Dadelijk nog meer zand in deze video. Blijf zeker kijken. Nou, volgens mij zijn we er. Ik zie daar wel een klein beetje duintjes. Joost. Hey. Bij hoeveel likes doe je zand te zien, reed? 5. Oké, makkelijk, dat kunnen wij wel. Lekker man, doen ons de Maspalomas, heerlijk. Je kan er zelfs golven en cool. Kijk, zand. Zand. Oké, dat was eigenlijk nog best een flinke wandeling. Maar we zijn gearriveerd, zodat we jullie dus het zand kunnen laten zien wat ik net liet zien. Ik ben echt enorm fan. En hier is ook al een filmcrew. Dat was gisteren dus ook al op die berg. Heel interessant. Het boeit me eigenlijk niet wel waarvoor ze filmen, maar heel interessant. Snap je? Interessant. Ha! Het waait weer of niet? Sorry jongens. Maar moet je eens even kijken. We zijn opeens in een woestijntje beland. Wat mooi. Dit is echt een hele educatieve vlog voor jullie en voor mij. Ik ben blij dat ik deze ervaringen met jullie kan delen. Denk ik. Het is gewoon heel mooi. Ik voel alleen mijn enkels niet meer, omdat er alleen maar zand tegenaan ketst. Er zit geen huid meer omheen. Ik hou van zand! Mama, zand is verschrikkelijk! Waarom zijn we hier? Oh ja, vette foto's. Volg me op Instagram, Rudy Medeir. Yes. We got to run. We got to run, Joost. Ren. De El Niño's zijn er. Met een hele volle school. Joost, het zand stuik. We gotta go now. Dat is de aanval. De invasie van de ninjas. Niet de ninjas, maar de ninjas. Oh my god. Ze komen de woestijn overnemen. You read this. This is not good. Maar ja, even serieus. We gaan nu dus even wat eten zoeken. Dan even chillen in de lobby van het hotel, want we worden straks opgehaald. Ninjas.
fuck je, ik bedoel, neef. Ja, dit hoort er ook bij. Moet natuurlijk even al dat zand weer eruit halen. Ah, oké, wow, editing. We zijn nu opeens weer op Skypol. We gaan lekker met de auto naar huis, jongen. Het is echt 3 uur 's nachts. Dus, huts, let's go. Gooi je de koffer er weer in. Oh nee, mijn auto. Ik bedoel mijn nieuwe Kia of zo. Mijn dikke, ja, mooi. Kia, ik heb je gemist. Ook al ben je no Kia. Huts. Lekker. Zo, van even gewoon heerlijk zomers weer naar dit. Geweldig, man. Hey, bedankt voor het luisteren naar mijn nachtverhaal. Zitten we lekker op de weg. Jullie zien me waarschijnlijk totaal niet. Ik vind het echt geweldig om weer auto te kunnen rijden nadat je zo lang in de vliegtuig hebt gezeten. En gelukkig is ook niemand op de weg, want het is nu ondertussen, nou, je kan het hier zien, 4 uur 's nachts. Geweldig. Dus ja, wij rijden lekker naar huis. Ik wil jullie erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik kijk even naar de camera, wat ik niet meer doe, maar jullie zien mij toch niet kijken. Slaap lekker. B-hoeders, jullie koning gaat ook lekker uitrusten en dan weer video's voor jullie maken, oké? Thanks voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit vaker willen zien. Dan ga ik volgende week gewoon weer naar Gran Canaria. En speta.